Michael Weberink is hier van uh, PDZ uh, uit zijn bureau. Uh, goedemiddag, uit goedemiddag. Goedemiddag. Jullie hebben zelf wat nodig. Ja, hier zit ja. een collega. Ja, ik vond het liedje ook wel toepasselijk. Something uh, beautiful is uh, on uh, your way. Uh, een mooie vacature die ik heb. Dus. Oh, ik dacht ja. dat je op ja, zoek ja, was ja. naar een mooie vrouw. Hij komt bij jou. Nee. Hé, hey, wat, wat houdt dat in eigenlijk als je uh, intercedent Ja, we hebben, de, ja, we dus, hebben he? een vacature nu gewoon wat dichter bij huis uh, ten opzichte van vorige keer. Uh, we zijn op zoek naar een collega. Uh, ik ben op zoek naar een, uh, een, ja, een collega-intercedent. Ja, voor de koffie? Uh, nee, 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 gewoon echt voor op de vestiging. Een intercedent, echt? Van hetzelfde? Intercedent, ook, inderdaad. Dus echt, uh, ja, echt uh, wat, 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 ja, de oude stempel, intercedenten. In principe delen. uit. Wat, wat doet hij? Uh, wij zijn bezig met de acquisitie uh, richting de klanten. Wij zijn bezig met uh, de recruitment voor de kandidaten. Wij zijn bezig met uh, administratieve uh, ja, romslomp die eromheen komt kijken natuurlijk. Contracten aanmaken. Ja, ja natuurlijk ook. Ja, Als het, het ook, stel dat ik de vestiging binnenkomt lopen, dan heet jij me welkom uiteraard en dan ga je met mij in voorstaan, Inderdaad. Ja, ja absoluut. Ja. ja. En dat is voor ons nog steeds een, een, een belangrijk iets. Inderdaad uh, aanwezig zijn in het straatbeeld zodat ook uh, mensen uh, ja, de inloop nog hebben. En dat is wel iets uh, ja, wat wij heel belangrijk vinden. Ja. Toch? Dus je zoekt eigenlijk wel iemand die ook commercieel is ingesteld. Iemand ja, die goede sociale vaardigheden je. heeft. Ja. Ja, in dit geval zijn we eigenlijk op zoek naar een intercedent die ja, mij echt gaat uh, helpen en ondersteunen met betrekking tot de commerciële uh, activiteiten die we gaan doen. Ja. En ja, dat is dus inderdaad echt kijken naar uh, de markt. Wat doet hij? Uh, en ja, daarop inspelen en inderdaad uh, ja, nieuwe, nieuwe klanten aan ons binden natuurlijk. Maar hoe vind je nieuwe klanten? Ik bedoel, als iemand werkt, uh, mensen nodig heeft, bellen ze jou vanzelfsprekend. Ja. Of, of kan het ook zo zijn dat je iemand belt en zegt van goh, hebben jullie misschien nog mensen nodig? Nou, het is goed dat je daarover begint. Beide. Ja, het is gewoon een kwestie van. Ze kunnen van, zoveel, uh, uit zoveel uitzien met ons, ja, natuurlijk. Ja, al. Ja, ja, dat is het inderdaad. Ja. Dus ja, hoe, hoe ben je nou echt onderscheidend? Hè? Nou, wij ja. proberen dat op een manier te zijn waarop wij gewoon wel een hele transparante werkwijze hebben. Uh, integer, wij uh, ja, we zijn ook niet altijd bezig zeg maar, met het winstoogmerk. Uh, want naast intercedent ben ik ook gewoon een HR-adviseur. Uh, en dat moet ik ook vanuit een onafhankelijke uh, positie kunnen doen. Uh -huh. Dus als klanten van mij bijvoorbeeld vraagstukken hebben en ik moet daar een antwoord op geven waar PDZ, zeg maar, niet. Niet direct geld aan gaat verdienen, dan is dat ook gewoon een advies wat ze krijgen van mij. En um, ja, we proberen ons toch wel uh, ja, op zulke soort manieren te onderscheiden en ook gewoon uh, de werkwijze die we wij hanteren. Wij, ja, wij zijn niet meer echt van uh, continu achter bedrijven aanbellen van goh, zoek je nog mensen, zoek je nog mensen. Nee, ja, wij, wij zijn eerst bezig met zoals wij dat noemen, de inkoop. Uh, wij kijken eerst gewoon van ja, waar zitten de, de goede mensen, hoe trekken we die uit de markt, uh, hoe binden we die aan ons. En uh, vervolgens gaan we met die man, uh, mensen de markt op. om inderdaad uh, de juiste bedrijven daarbij te uh, vinden. Ja, nee. Dus we draaien het eigenlijk het hele spelletje een beetje om. Ja. Maar wat voor. want je wordt natuurlijk altijd. Je wil in de, iemand moet in een team passen. je zit samen oh. met Mark en Anja en Gino. Ja, klopt. Of blijven die ook allemaal.? Ja, dat, er eentje ja. Weer gaan ja, nee, dat kan nee, natuurlijk ook. Dat weten ze nog niet. Dat we weten ze nog niet. Uh, nee, dat komt <laughs> later. <laughs> maar wat voor, heb je dan voorkeur voor. een vrouw? jij ja, mag je natuurlijk eigenlijk allemaal niet zeggen. Nee, nee, discriminatie. Maar dat is geen discriminatie toch? Wij hebben dan ook geen voorkeur voor of vrouw of wat dan ook. Nee, wij, wij hebben wel een, natuurlijk een aantal wensen en eisen. Uh, afgeronde HBO, dat is wel één ding. Uh, is maar... dat een intercedente opleiding eigenlijk? Vraag ik me zo hoor. Uh, je ja, je, je hebt wel de HRM-opleidingen. De Absoluut, die oh, ja, heb je wel. Okay. Ja, dat is dan echt de, de HBO-opleiding, inderdaad. Maar mm -hmm. um, ja, daarnaast klantgerichtheid is natuurlijk wel iets wat uh, echt moet passen. En uh, ja, daarnaast moet je ook wel in het team passen. Dus ja, hoe wij op dit moment met elkaar omgaan. Wij zijn heel open en heel direct en heel duidelijk naar elkaar. Dat zorgt voor een hele prettige werksfeer. Uh, mm -hmm. Waarin we ook gewoon echt... Um, ja, zoals het tegenwoordig mooi heet, agile, uh, kunnen blijven werken. Uh, echt wendbaar blijven. Mm -hmm. uh, goed inspelen op de beweging op de markt. Uh, maar ja, je moet er wel tegen kunnen tegen de open en de, de eerlijkheid. Ja. Um, maar goed. Je moet sterk in uh, je schoenen staan dat nou, is ook jouw keuze, ja. natuurlijk. Dan ook. En wat verdient dat nou een beetje? Ja, ja dat ja, is ja. heel afhankelijk. Je kan je, van je eigen salaris noemen, je hebt natuurlijk zelf. Ja, nou, daar ga ik dan uh, heel uh, tactisch geen uitspraak oh, dat over Maar dat doen mensen nee, nooit, he? gewoon nee Het is salaris, maar het is ja, heel divers. Het is echt op basis van ervaring en, en wat je naar de tafel brengt natuurlijk. Ja. Ja. Is het een vaste aanstelling tegelijk? Vaste aanstelling, ja, vaste aanstelling. Nou, vaste aanstelling in die zin. Je krijgt een jaarcontract, oh, ja. een jaren tijd om je te bewijzen. En um, ja, als dat goed bevalt vanuit de kant van standpartners en PDZ. Uh, ja, dan wordt het gewoon een onbepaalde tijd? Zitten er zo. nog leuke arbeidsvoorwaarden bij? Of zo? Auto van de zaak of laptop? Of, uh, ja, je. dat, dat is... zijn vaak wel dingen die mensen triggeren. Ja, 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 ik vind dat wel. Dat zijn wel de verkeerde triggers, als je het mij vraagt. Ja, maar maar dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk. Met... Maar nee, voor intercident zit er niet direct een, een auto in of een telefoontje of ja. een laptop. We zijn wel bezig met inderdaad het kijken hoe wij ook met de tijd natuurlijk mee kunnen blijven gaan. Dus er zijn wel uh, intern wat onderzoek is naar: van, moeten we misschien toch iedereen gaan voorzien van een mobiel bewijs? Ja. Ja, dat is allemaal nog toekomstmuziek, dus ja. Ik, ik zou ook zeggen van ja, laat je je daar niet doorleiden bij het lezen van deze nee. vacature. Maar in ieder geval een leuke werkomgeving en leuke Altijd collega's. Goede hè? werkgever, en dat is het belangrijk. belangrijkste inderdaad. Okay. <laughs> ik, ja. voel, ik voel je ogen in mijn rug prikken. Okay. 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 Michael Weberink, dankjewel. Yes, en uh, graag, zodra dankjewel wij de vacature ook hebben, zet hem ook even ja, hij op. Ja, sowieso uh, morgen online. Uh, ik zal de, de, de link naar jullie toe mailen. Ja. En uh, uiteraard ook via LinkedIn uh, zijn Top. wij te vinden. Oké, okay. dankjewel, yeah. Michael.